Johan. Johan. Wacht, moet ik? Moet ik dat echt nog? Kom op. Kom. Oké. Nou, ik ben Johan van der Sterren. Ik heb iemand vermoord. Ik begrijp dat ik dat niet had moeten doen en ik heb er spijt van. Je mag een ander niet van het leven beroven. Zo goed? Iemand vermoord? Ja, mijn vader. En hoe heb je je vader vermoord? Ja, kom op. Hoe, Johan? Ja, met een hamer. Ja, eerst op zijn voorhoofd en toen op zijn achterhoofd. Toen twee keer op zijn rechter slaap. Toen heb ik zijn rechterknie en zijn schouderblad verbrijzeld. En daarna net zo lang in zijn gezicht tot hij stil bleef liggen.